Beste kijkers, op donderdag 6 oktober een AEX-slotstand van 661,38. Laten we meteen naar de dagkaart van de AEX gaan kijken wat dat voor technische consequenties heeft. En dan zien we dat voor de tweede maal een zwarte candle is geplaatst, oftewel een hapering in de bullenparade, een kleine rem op de rebound richting 670 en misschien toch nog wel naar 692, maar dan moeten de bulls wel opschieten en rap terugkomen met een witte candle en dan en passant ook eventjes de highs van de afgelopen 3 dagen uitnemen. En dat betekent afgerond daadwerkelijk boven 670 gaan bewegen om die rebound te kunnen vervolgen. Gaat het niet lukken, de aarzelingen die zijn zichtbaar, ook overigens bevestigd door de RSI, die niet boven de 50-lijn weten te prikken. Nog steeds de reboundstand op de DBS-indicator, dus het zal lastig worden voor de bulls. In ieder geval, ze krijgen het wat moeilijker om hun weg te vervolgen. Dat betekent dat de berendruk wat kan aanzwellen en bij opnieuw een zwarte candle, liefst op wat lagere niveaus, moeten we toch gaan rekenen houden met topvorming in het dalingskanaal en daarmee dus het einde van de rebound en mogelijk het hervatten of een vervolg, zo u wilt, van de downtrend. En dat impliceert weer dat we toch weer richting de FIBO-grid kunnen gaan bewegen, de nieuwe FIBO-grid, namelijk op 653 tot 643. En als die lijntjes sneuvelen, dan komt zelfs weer gewoon 627 in beeld. En dat betekent dan al met al een aanzienlijke verslechtering van het sentiment. Zover is het nog niet. Eerst bezien of de bulls hier mee tevreden zijn en de messen slijpen om daadwerkelijk boven die 670 te gaan bewegen. Zo niet, dan oppassen voor hernieuwde berendruk. En u begrijpt dat u dan ook op dit moment voorzichtig moet zijn met restant reboundposities. Want als de koers niet verder stijgt, is het slim om die op te ruimen. De DAX, een heel klein minuutje vandaag. Daar eigenlijk hetzelfde verhaal met de toevoeging dat hier al het rode streepje is toegevoegd op de dagkaart op 12.673. Dus wel degelijk een rem op het geheel en aanstaande topvorming. Dat ziet er wat slechter uit. Een vervolg van de downtrend en terug naar niveaus rond 11.800 zou zomaar goed kunnen. We gaan eens kijken of we ook hier de beren meer grip kunnen krijgen en hun troefkaarten verder kunnen uitspelen. Dan blijven we even in het intermarketveld en laat ik u even zien hoe het is gesteld met euro-dollar. Daar hebben we in het spel de slimste belegger nog een short positie voor uitstaan. Ik ga hem er eventjes voor u bijpakken en dan zien we met een huidige koers van 0,9795 dat het wel degelijk interessant is om aan de short kant op dit speelveld actief te zijn. Want we zien een recente topvorming bij 1. Ook nog eens een keertje netjes tegen de SMA-lijn aan. En vandaag de zwarte candle met swing naar min 1. Dus wel degelijk een hervatting van de downtrend. Ook de RSI onder de 50-lijn. En zowaar de DBS met een nieuwe blauwe staaf. En ook enter short coaching stip. Dus alle indicatoren rechtvaardigen het aanhouden. Of het misschien nu nog innemen van short posities. Leuk om dat in het spel de slimste belegger nog eventjes te doen. Ik wens u een prettige avond.